Eline, je stelt je verkiesbaar voor de Provinciale Staten, voor de BBB. Waarom? Nou, ik, uh, ik heb een brede interesse en zo ook in politiek. Dus uh, ja, ik, ik volg dat gewoon op de voet. En nou ja, de afgelopen tijd zijn er vaak dingen misgegaan. En dan kan je blijven klagen en aan de zijlijn blijven staan. Of je gaat meedoen. En nou, op deze manier wil ik mijn bijdrage leveren. En ligt dit ook ongeveer in je carrièrepad? Want je bent nog jong. Um, Leuke vraag. Nee, nee, had ik niet vroeger bedacht? Nee, nee. Maar ik vind, ik vind het tot nu toe heel leuk, ik krijg er veel energie van. Dus uh, ja, wellicht dat het uh, blijvend in mijn leven wel een rol gaat spelen. Wat zou je in de provinciale staten voor Overvecht kunnen doen? In Overvecht is een mooie groene wijk natuurlijk. En dat, dat mag gewoon niet verloren gaan. Dus ja, er is woningbouw nodig, maar niet ten koste van groen. Mensen in de stad moeten ook gewoon mooi groen blijven wonen. Verder um, is burgerparticipatie voor ons een belangrijk onderwerp. Iets wat nu uh, niet wordt toegepast of vaak heel laat. En wij willen gewoon dat burgers uh, die ingrijpende dingen om zich heen zien gebeuren, dat die vanaf het begin mee worden genomen bij de besluitvorming. Dus bijvoorbeeld uh, overvecht gasvrij uh, of betaald parkeren in overvecht. Ja, hoe kan er zoveel, uh, ja, zoveel weerstand zijn? Waarom uh, wordt dit plan niet bedacht met bewoners? Van, ja, hoe kunnen we iets haalbaar maken en uitvoeren met blije bewoners? Of is het gewoon geen goed plan en moet het van tafel? Vinden jullie dat de NRU ondertunneld moet worden? Uh, ja, wij zijn voor uh, betere bereikbaarheid van Utrecht en alles rondom Utrecht, dus uh, daar uh, valt de ondertunneling ook onder. Wel is het heel duur. Hebben we vernomen een uh, half miljard. Nou, we vinden het onterecht als Utrecht hier alleen voor moet opdraaien. Want een betere bereikbaarheid rondom Utrecht, dat helpt eigenlijk heel Nederland, want halfwerkend Nederland rijdt langs Utrecht. Dus we kunnen daar ook voor richting Brussel of Den Haag. Er komen er, um, als de ergens doorgaat, 5000 woningen in overvecht bij. Wat vind je daarvan? Ja, veel. Kijk. Um, BBB is voor woningbouw. Maar dat mag niet ten koste gaan van het mooie groen in Overvecht. Dus uh, ja, dat moet ook zeker niet gaan gebeuren. De enige mogelijkheden die BBB ziet in Overvecht om te bouwen, is bijvoorbeeld op, uh, op plekken van de vele parkeerplaatsen. Grote parkeerterreinen kunnen bijvoorbeeld een level omlaag, dus onder de grond gebracht worden. En daarboven zou gebouwd kunnen worden. Andere mogelijkheid die we zien is uh, op het plek van de waterzuiveringsinstallatie. Dat is een grote waterzuiveringsinstallatie in Overvecht die ook iedereen kan ruiken in de zomer. En ja, we moeten ons denk ik gaan afvragen: past zoiets nog wel als een stad in de stad Utrecht? Wellicht kunnen we daar een goede plek buiten de stad voor vinden en dan komt er natuurlijk heel veel ruimte vrij om te bouwen. Waarom is het belangrijk om op 15 maart te gaan stemmen? Het is echt super belangrijk om op 15 maart te gaan stemmen. En weet je nog niet waarop? Dat is niet erg. Ik heb van de week Caroline van der Plas gesproken en die zei, als je nog niet weet waarop je moet gaan stemmen, neem dan de vier belangrijkste onderwerpen die op dit moment spelen in je leven. Ga alle verkiezingsprogramma's langs van partijen en kies gewoon de partij die het beste bij je past. En als dat BBB is, dan zou dat super mooi zijn. Maar is het een andere partij, ga dan alsnog stemmen. Want het is gewoon heel belangrijk.